Nu, de eerste levensjaren bij een babytje, dus bij de geboorte, je hebt immuniteit. En immuniteit bestaat eigenlijk, is een samenwerking tussen de aangeboren immuniteit en de verworven immuniteit. De aangeboren immuniteit is al bij de geboorte aanwezig en die bestaat uit verschillende luiken. Het eerste luik zijn de fysieke barrières. De huid is daar een eerste van. Deze bestaat uit talg, die een waterafstotend laagje geeft, vermoeilijkt de penetratie ook door vreemde indringers. We hebben ook nog residente bacteriën die ook nog aanwezig op de huid zijn, ook aanwezig na het wassen van de handen. Bacteriën vormen competitie met andere bacteriën en die zorgen dus dat stammen niet kunnen overleven op de huid. En dan heb je nog transiënte bacteriën. Dit zijn tijdelijke bacteriën, dat zijn wisselende stammen. Die wisselende stammen die kunnen variëren op basis van woonplaats, leeftijd, ziektestatus en dergelijke. Dan de slijmvliezen. Deze beschermen eigenlijk de huid door antistoffen uit te scheiden die de eerste indringers alvast kunnen elimineren. En de zuurtegraad, dit is vooral vaginaal en in de maag, die zorgen eigenlijk voor een ongunstig milieu waardoor veel bacteriën niet kunnen overleven. Dan hebben we ook nog enkele witte bloedcellen. Deze zijn voornamelijk macrofagen. Deze zijn aspecifiek, dus dat wil zeggen dat deze gewoon een snelle reactie geven, maar niet echt een heel gerichte reactie op de eerste indringer. De verworven immuniteit, deze is nog immatuur bij kleine babytjes, maar deze is eigenlijk een reactie die trager op gang komt, maar die wel sterker is. De reactie op pathogenen is veel sterker en hierbij wordt ook een geheugen opgebouwd voor latere contacten van dezelfde ziekteverwekkers. Het principe van vaccinatie is dan hier ook op gebaseerd. Bij babytjes bestaat er natuurlijk ook zoiets als passieve immunisatie. Dit is door antistoffen door te geven via de placenta of de moedermelk. Nu, die passieve immunisatie die start eigenlijk al vanaf het tweede trimester en bereikt een piek op 35 weken. Kindjes die te vroeg worden geboren zijn dus effectief minder beschermd door de mama. Maar die passieve immunisatie die is ook afhankelijk van de vaccinatiestatus van de mama en de reeds verworven ziektes, plus hoeveel dat we het wildtype virus eigenlijk in de maatschappij zien.